Met het bestuderen van reusachtig grote hologrammen van duizenden embryo's op een spiksplinternieuwe virtual reality muur gaat het Rotterdamse Generation R Next onderzoek wereldwijd een nieuwe unieke fase in. Ik ben Clarissa Wiertsma en ik doe samen met mijn collega's binnen Generation R Next onderzoek naar de invloed van de gezondheid en leefstijl van ouders op de groei en ontwikkeling van embryo's. Generation R Next is wereldwijd de grootste studie die onderzoek doet naar factoren die spelen voor en rondom de bevruchting. We volgen Rotterdamse stellen en kijken wat de gevolgen zijn van deze factoren op de gezondheid van het kind. En we gaan met behulp van onze nieuwe virtual reality muur van 3 meter breed en 2 meter hoog duizenden hologrammen van Generation R Next embryo's bestuderen. Dit is een embryo van net 8 weken oud. Door de speciale 3D-brillen die we op hebben, kunnen we een levensgroot hologram laten zien van het embryo. Terwijl deze in werkelijkheid maar 16 mm groot is. Met deze joystick kan ik daarnaast ook een doorsnede maken van het embryo en eventuele metingen doen. Hier begint het embryo wat meer op een mens te lijken. Je ziet de armen en benen en als je goed kijkt ook de handen en voeten. De houding en de lengte van de ledematen vertellen ons onder andere iets over het ontwikkelingsstadium waar dit embryo zich in bevindt. Dit is 2 weken later. Bij 12 weken is de foetus al meer dan 5 centimeter. Wat we duidelijk kunnen zien is dat het skelet al wordt gevormd. De hersenen zijn veel complexer geworden. En daarnaast kunnen we ook hart, longen en de nieren zien. Het is echt uniek dat je bij deze termijn in de zwangerschap het embryo al zo gedetailleerd kan bekijken.